Dus die vrijheid, dat is eigenlijk iets waar jullie allemaal in positieve zin van profiteren. Dat is een rijkdom die je hebt eigenlijk als band. Dat je niet alleen maar gewoon instrumentalist bent of je eigen instrument speelt, maar dat je ook muzikant bent. En dat je muziek, als Mario drumt, dan speelt hij muziek. Zijn er eigenlijk, om nog heel veel in het cover te blijven, zijn er bands die jullie nummers spelen? En zo ja, is er één waarvan jullie door jullie aangenaam verrast waren? De allereerste editie wat we ooit gedaan voor de Soundclash, Red Bull Soundclash, was samen met de Belgische band Absent Minded. En dus dat was verplicht om van elkaar nummers te coveren eigenlijk. Ja. Daar waren we toch alle drie wel heel aangenaam verrast door die versie wat Absent Minded speelde van de nummer van ons Today. En dat was ook echt heel goed gedaan. Dat was echt super. Van andere bands weet ik niet. Ik heb het nog niet echt... Daar houden jullie niet, of dat volgen jullie niet zo. Nee, we hebben YouTube en we hebben van die jonge gasten die gitaar links van de Ruben voor de spiegel dan en meespelen. Maar echt bands, er zijn coverbands, maar dat zijn meestal heel jonge groepjes waar dat je heel mild moet tegen zijn. Ik bedoel, die gasten zijn pas bezig en die hebben pas de eerste lick geleerd. Wat een groot compliment is als ze eigenlijk beginnen links van de Ruben te spelen. Dat is, come on, dat is een Kunnen jullie noemen wat Absent Minded, wat hebben zij bijvoorbeeld gedaan wat jullie aangenaam verrast heeft in het nummer? Ze hebben er een beetje een swing jazz versie van gemaakt. Ja. Heel de feel verandert zo. Ja. En dat maakt het ook interessant dat je iets bijbrengt of dat je iets toevoegt aan dat nummer van jezelf. Dat zij er echt een heel eigen ding mee gedaan hebben. Vooral dat, een heel eigen ding, naar hun richting, wat dat zij doen. Dat was echt straf. Ja. Dat vond ik echt heel goed gedaan. Ja, de reden dat we nu toch zo over covers hebben gepraat is, jullie hebben nu een nummer 1 hit, zowel hier als in België. Hoe is het dat jullie dan eindelijk een nummer 1 hit, dat dan wel een cover is? Is dat iets wat jullie, heeft dat een klein beetje een wrang gevoel of juist nee, niet? Nee, want wij weten van niks eigenlijk. Oh. We zijn drie gelukkige idioten. Wij gaan met Giel een nieuw liedje spelen, dat wordt opgenomen. Wij vonden om 6:30 's morgens, nota bene, of om 7:00 's morgens, met een kop, gelijk dit. En we gaan naar Eurosonic in Groningen. En tegen dat we in Eurosonic waren, was het al op Studio Brussel in België geweest. Dus, en dat escaleerde ineens. Dus dat was niet voorzien, dat was niet gepland. Uiteindelijk kunnen we alleen maar toejuichen van, aha, tof. Het is toch wel een prestatie eigenlijk, dat je gewoon met een live sessie... waar dat je een kwartier op voorhand eigenlijk goed en wel beslist van wat gaan we doen? Maar ja, jij doet thuis, zal ik deze doen? Oké, Mario pakt zijn telefoon, programmeert iets. Dat je daar met een live versie van een liedje een nummer 1 hit krijgt. Toch wel de max eigenlijk. Hè? Wanneer is dat besloten om dat specifiek dat liedje te spelen daar? De avond kwartier ervoor. Of kwartier ervoor. Dat we... ja, het liedje de avond ervoor. Maar om welke versie goed te gaan spelen, was een kwartier voor dat uitzending. Ruud moest een tekst nog leren. Ik had die de avond ervoor in het hotel van het internet gehaald en even opgeschreven. Dus die, tijdens het spelen lag die mooi voor mij op een klein krukje, dat ik die kon volgen. Want wat vonden jullie van het liedje? Zeg maar, wie kwam daarmee aan? Ruben ook. Wij hadden een stukje van het liedje gespeeld in de laatste week van het vorige jaar. Was er een televisieprogramma in België en dat heette ook De Laatste Week. En wij waren daar eigenlijk de huisband die week. En de opdracht was, wij speelden ook de jingles als de gasten opkwamen. Maar dat moesten allemaal stukjes zijn uit liedjes die in 2011 relevant waren of de revue gepasseerd hadden. En die I Follow Rivers hadden we toen al wel eens even 10 seconden gespeeld ofzo. Maar ik vond dat wel een heel mooi liedje. En dan kwam de vraag van Giel, van, ja, jullie moeten een nummer uit de Mega Top 50 coveren. En aanvankelijk krabde ik eens achter mijn oor van, damn, wat moeten we hier nu uit halen? Maar gelukkig stond dat liedje erin. En dus de keuze was snel gemaakt van, ah, dat was fijn, dat was een goed nummer. Dus, zie daar. Hebben jullie na afloop, omdat ja, jullie hebben het misschien, het was volledig onverwacht dat het dan in één keer zo groot wordt. Hebben jullie daarna nog eens... met die wetenschappen terugluisteren en gekeken wat het misschien bijzonder maakt? Of hadden jullie op dat moment al dat gevoel dat jullie iets bijzonders aan het doen? Maar als we dat eraf terug hoorden, want we hebben eigenlijk die opname zelf, we waren nogal gehaast om naar Groningen te gaan. Ik denk dat we dat heel even geluisterd hebben in de studio daar.
maar niet echt nauwkeurig zo. En achteraf, als we dan zagen dat het echt begon te werken, dan hebben we daar wel echt naar geluisterd. En dan snapte ik wel, en wel, van, och ja, dat fluitje, die kopjes, ja, dat werkt, de zang is keigoed ervan, ja. Daar zit een goede groove in ook. Van, tja, oh, je vangt momenten. Ja, toeval, ja, echt van, wauw, echt een toeval, ja. Maar kan het zijn dat jullie bij wijze van een kwartier van tevoren bedacht hebben, nou, zo doen we het, dat die spontaniteit, dat iets met jullie meebrengt? Absoluut. Tuurlijk, want dat is een soort magie op dat moment. En gelukkig hebben ze dat opgenomen. Ja. Eigenlijk kun je het zo beschouwen, ja, eigenlijk. En zoiets, dat maakt je niet dikwijls mee. Mensen proberen dat dan wel geforceerd af en toe terug opnieuw te creëren. Maar dat is een ander, dat is een moment. En dat is ook het mooie. Dat is ook iets wat met onze nieuwe liveplaat die uitkomt binnenkort. Daar staan bonus, dat is ook een aparte vinyl bij met bonus tracks. Ook van radiosessies bij Giel of bij Erik Corton. En daar zijn bijvoorbeeld, daar staat It Hasn't Gone Away op, ook een nummer van onze plaat al, die we daar gespeeld hebben bij ook. En bij die opname is ook maar zo legendarisch voor ons, omdat dat is zelfs voor ons dan beter is op de plaat. Ja. En dat is een momentopname. En dat was ook, ofwel was dat s'nachts, ofwel was dat s'morgens. Dat was heel laat. En moe, we waren heel moe, dat weet ik nog, want dat was echt van, allerlei, moeten we nu nog spelen? En toch wordt dat ineens een soort magie. Je bent moe in een bepaalde state of mind en je verliest je in één keer in dat nummer. Die sfeer en van alles klopt. Paste dan ook ineens met het moment of zo. Ja,